Het seizoen 2011-2012 leek voor Chelsea een heel ontgoochelend seizoen te worden. De transfers die ze hadden gemaakt leken niet goed uit te pakken, hun coach André Villas-Boas die van FC Porto was overgekomen bleek toch niet de nieuwe Mourinho te zijn en een titel in de Premier League zat er helemaal niet in. Toch slaagde dit Chelsea erin om met Roberto Di Matteo de Champions League te veroveren in een dolle finale tegen Bayern München in de Allianz Arena. Hoe zij dit hebben gedaan en wie hier een rol in speelde, bespreek ik in deze episode van Champions Classics met Brian Soares Duarte en Andy Kisema. Deze episode gaan we anders aanpakken. Eerst en vooral mm. omdat Andy erbij is komen zitten. zijn eerste Proximus-episode. Debutje. Wat vind je daarvan? Sterk. Denk je dat hij het goed gaat doen vandaag? Ja, ik, ik, ik heb Andy al een aantal weken op de trein gezien. <laughs> <schelden we> <laughs> en ik zeg zo, ja, die jongen heeft potentieel, snap je? En dan is het gewoon ja, op het juiste moment inbloeden. En ik ben zelf zeer enthousiast over zijn budget. En hoe zou het doen? Ik heb in. Hij is een clown. Ik moest nog enkel met mijn fake Portugees accent doen. Hij zinkt. Andy, we hebben jou erbij gehaald. Grote Arsenal-fan, maar om te praten over Chelsea. Yes. Het was een moeilijke opdracht, eerlijk gezegd. Omdat ik, ja, ik kan niet liegen. Chelsea van dat jaar. Ik was wel fan, een beetje van. Van de ploeg en uh, niet per se de ploeg Chelsea, maar de okay. spelers, eigenlijk de, de karakteristieken van uh, heel de ploeg. Ik weet dat dit Chelsea. Ik ben een Barcelona fan, dus ik heb sowieso al een love-hate relationship. Ik denk dat iedereen dat jaar haat heeft gehad met Chelsea. Ja, <laughs> maar dat is het ding zo. Die love-hate relationship was tot dat jaar in mijn voordeel. Ja, ja. Dat jaar heeft alles veranderd voor mij. <laughs> dat, jaar, dat is ook het eerste jaar dat ik mijn eerste voetbalbreak-up heb gehad. Zo, de mm, eerste hardbreak hard ja, ja. door voetbal. Dat is dat jaar en we zullen het. Torres! Straks, ja, we zullen het er straks zo <laughs> over hebben. Maar dat Chelsea is eigenlijk een Chelsea dat de voorbije jaren dan, dus de jaren voor deze Champions League-campagne of dat seizoen, eigenlijk wel goed bezig is. Ja. Ze hebben twee jaar ervoor uh, de Premier League gewonnen. Het jaar ervoor eindigen ze tweede. Ehm. Um, heel veel transfers beginnen zij ook te doen. Dat is zo'n beetje de periode waar alle spelers als De Bruyne, en dan later Hazard, Courtois, Lukaku... Die jaren zijn zo de jaren waar ze al die jongens zijn gaan halen. Maar wat ze ook overdreven hebben, want ze zijn Salah gaan halen, Marco Marin er in mm het -hmm. moment nog, ja. André Schurle. Schurle was ook een, eentje. Romeo van, van, van Barça. Ja, het was echt een periode waar Chelsea zo door had van... Yo, wij zijn goed bezig. We hebben Champions League-finale gehaald een paar jaar geleden. Ja, ook, ook een paar de titels, ja Torres Dat was is een statement. Mm -hmm. Dat was een statement. Ja, ja, ja. Dat was absoluut Torres Dat was echt om te, halen, te laten. Zo gaan we aan een topspeler en een top liep halen. Maar dat was ja. ook zo wanneer die vibe echt zo van was big money spenden. Ja ja ja. Veertig ja. <laughs> hier, 40 <laughs> daar. <laughs> dat was zo de vibe in Chelsea, snapte. En dan komt dat seizoen en zijn er hoge verwachtingen, want ze gaan een collega van Brian halen. André villas Boas. Nieuw Nu omdat jij ook portugese roots hebt. Ja. Wil ik de eerste vraag aan u stellen van. Hij werd wel gehyped als de nieuwe Modinho. Ja. Ook met Porto. Hetzelfde verhaal. Een hetzelfde beetje. verhaal. Mm -hmm. Heel jong. Ongeslagen ook met Porto, dat je, voor, ja, dus dat je seizoen daarvoor. Hij gaat naar Chelsea. Mm -hmm. Hij krijgt budget. Hij heeft een goede kern. En iedereen verwacht zo van: ah, Chelsea gaat nu zo nog een stapje hogerop gaan. En zo de ploeg blijven die altijd elk jaar meespeelt aan de top. Mm -hmm. Wat waren uw verwachtingen toen zo'n Villa als Boas binnenkwam? Ik denk sowieso als je. Natuurlijk, op dat moment keek ik niet heel veel Portugees uh, voetbal, maar je hoort wel natuurlijk de namen een beetje opduiken. En als je dan de, de tag krijgt van de nieuwe Mourinho, dan word je natuurlijk wel bang. En Chelsea was altijd wel een ploeg dat zeker altijd, zo de laatste jaren zeker, altijd meedeed met de Premier League. Uh, en zij waren ook gewoon een van de ploegen, die, zoals je zei, die het meeste konden uitgeven. Um, en ook heel veel goede speels konden gaan halen. Dus je was altijd een beetje bang. Um, en een jonge coach, dat zagen we ook niet heel vaak. Zeker op die momenten zagen we daar veel minder. Uh, dat er een jonge coach naar de Premier League komt. Dus natuurlijk was je wel bang als oppositie. Dat je weet van, oké, okay, het is weer een Portugese coach. Het is zo, alle, alle, alle stappen leken zo heel logisch. Mm hij -hmm. porter mm -hmm. dan net zoals Mourinho. He. Alles was zo juist. Hij had Europees gewonnen net zoals Mourinho. Ja. Hij was ongeslagen net zoals Mourinho. En hij dan, gaat ja, naar Chelsea. En dan krijgt hij, maar dan krijgt hij ook wel ja, de, 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 de bankkaart van uh, Roma Abramovic. Ja, dan ben je natuurlijk denk ik, bang als tegenstander. Um, en ook gewoon, ik denk toen, ja, frisse ideeën. Ze waren ook iets minder balanse coaches in de Premier League dan nu. Mm -hmm. Dus Zo. ja, natuurlijk frisse ideeën, nieuwe ideeën. Dus jij denkt natuurlijk wel van, ja, die gaat iets heel sterks neerzetten ja. in de Premier League. zet zelf ook een coach. Dat mm -hmm. was Brian die ook coacht. We hebben in de vorige episodes vaak gezegd van de Champions League. In die jaren was voor ons vaak um, de manier om spelers te ontdekken waarvan we hadden gehoord. Maar die we niet echt de kans hadden gekregen om, om ernaar te kijken. Snapte, mm -hmm. zoals hij nu zegt, ja, Portugese competitie, we gaan die liegen 10, 15 jaar geleden. We hadden niet echt een manier om dat te checken. Zelfs La Liga was soms moeilijk. Of ja, die jaar ja, ja. zijn we misschien La Liga meer beginnen kijken. Maar eigenlijk mm. zo, als je nog naar vroeger gaat, de Ronaldinho's, de, die spelers, de Lampard zelfs, zagen wij vooral schijnen op dinsdag, op woensdag. Hè? Elk op zijn eigen zenders, in mm -hmm. het Nederlands of in het Frans, in de Champions League. en nou, plus. Snapte, maar zo. <laughs> Hier bij Villas Boas was dat misschien ook zo voor ons zo: oké, okay, we hebben dat gehoord. Hij komt van Porto, nieuwe Mourinho. Hij is 3,34, hij hmm. is jong, flamboyant, patati patata. Dat is allemaal mooi, maar wij hebben zoiets van: ja, maar wij gaan hem pas zien op dinsdag en woensdag. Had jij ook zo die verwachtingen van: ah, ik wil, dat, ik wil dit Chelsea in de Champions League op mijn TV kunnen zien? Want we hebben dan het geluk gehad, zijn loten Genk. Ja. Yeah. En dat dan weten we top van, ah, ja, we ja, zien ja. ze twee keer zoveel. Ja, 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 ja. Nee, maar sowieso. Ik denk ook dat was een van de, de eerste periodes dat ik dan heb meegemaakt: dat je een ploeg hebt dat echt keihard veel inkocht en, en vooral heel jong ging inkopen. Hm. Waar je ik voor de eerste keer ook iets had van, ah, ze, ze zijn echt zo aan het heden aan het tekenen en aan de toekomst. Ja, nou, ja, ja, ja. Weet wel? En ik had u dus gezegd zo van, ojo, oh dat gaat echt een hele machine worden. En, en het ding is, de jaren ervoor, zoals, zoals je in het begin gezegd, dat je eigenlijk heel vaak in Engeland de rivaliteits. Chelsea tegen Manchester United. Ja. Dat was altijd 1-2. Dat is ook de Champions League finale van uh, 2018. Dus ja. 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 En ik, als, als Arsenal-fan, was echt zo van. Ja, onze periode aan de top 2 is eigenlijk voorbij. We gaan er altijd onder blijven. Mm. Maar dan zie je, Villas Boas komt en hè, zoals je zegt, heel dat portefeuille. Mm. En dan heb je zoiets van: ja, oké, okay, het is vertrokken. Weet we gaan er niks meer aan kunnen doen. Mm. Het is ook een beetje tegelijkertijd gekomen met hè, de City-periode. Ja, dus, want toen waren ze ook al. Want ik was toevallig aan het kijken naar de groepen. En dan zag ik dat City derde eindigde in hun groep. Maar uh -huh. zo met negen of tien punten. waarin Chelsea eigenlijk goed was. Ja. En ik denk dat jaar en United ook, denk ik, derde in de groep. Dus je zag wel zo van: oké, okay, er is een beetje een opmars aan het komen. Maar ook gewoon, wat je zei met, met Villas-Boas. Was omdat je vaak bij Chelsea zegt van: ze kochten of ze haalden coaches. Mm -hmm. nou, op korte termijn heel effectief. Mm -hmm. Dus je ja. had Mourinho, twee, drie jaar goed. Ancelotti. Je, haalt, je hebt Ancelotti gehaald, Hussie Dink is al een tijdje doorgekomen. Je had Evan Grant even gehaald, ook die overnam uh, in het jaar dat denk ik, Mourinho werd ontslagen. Um, dus je zegt wel veel korte termijn. En dan kom je met een jonge coach. En vaak was het ding bij Chelsea: jonge uh, coaches leven niet lang. Misschien mm -hmm. dus twee, nou. drie jaar. Dus dan dachten ze van oké, okay, hij, hij gaat de coach komen, zes jaar, zeven jaar, hij gaat iets bouwen. En hij komt, van Porto, hij komt van Porto. En toen hadden ze Valkao en, en Hulk. Ja, ze hadden een supergek team. Ze hadden João Moutinho. He? Dus iedereen denkt van, oké, okay, hij gaat naar hier komen. En hij gaat gewoon... Hij gaat dynastie, Ja, wat Pep tegenwoordig heeft gedaan. Ja. Hij gaat een dynastie neerleggen en hij gaat zeven jaar klappen. Ja, dat is niet zo gegaan. Jammer genoeg voor hem. In de zomer van 2011, we hebben het gezegd hè. 2011, zomer, zowel zomer als winter. Januari 2012, 12 zomer. Dat zijn mm -hmm. periodes waar Chelsea enorm inkoopt. Maar er zijn wel een paar belangrijke transfers voor voetballiefhebbers en ook gewoon voor de Belgische fans op dat moment. Ja, in de zomer halen zij misschien de belangrijkste, Juan Mata. Ja. ja, ja, ja. Die we vandaag ook gaan bespreken, die Andy ook zeker wil bespreken. Maar mm -hmm. Juan Mata, die van Valencia komt. En Valencia heeft op dat moment een team... Pakine en zo, hè? Ja, dat is, dat is gewoon sexy, man. Ja, ik weet man. niet of ik dat op beeld mag zeggen, maar we zeggen het. Dat was gewoon sexy. Ja. ja, ja eh. Valencia was, en dat was ook de, op, de opmars van Jordi Alba... Um, de jaren ervoor had je dan ook David Villa gehad, David Silva. Mm. Ja, dat was gewoon een probleem, man. En Juan Mata is dan misschien degene die het laatste vertrekt eigenlijk van heel die, die garde bij Valencia. Mm -hmm. Hij komt dan toe bij Chelsea. Maar Chelsea haalt dat jaar ook Romelu Lukaku binnen. Ja. Super jong, komt van anderlecht, 18 miljoen toen. Mm. 18 Goed, miljoen Baffin. pounds. Droog Baffin. En ook zo, er was een hele vibe van, het is niet enkel met de coach, dat zo de nieuwe Mourinho, maar inderdaad zo Lukaku... Volgende drogba. De volgende drogbaan. Mm -hmm. Juan Mata, de volgende dit, de ja. volgende dat. Dus ze waren echt wel... Ze waren bezig met hun, met, met hun voilà. toekomst in ja, ja, van... Ja, ja. En normaal is Chelsea van, we willen nu presteren, maar als ze presteren... Klopt. Nu was het zo van, ah, we kijken naar de toekomst. Zij hebben op dat moment ook een legendarische keeper. Peter C. Peter Che. Peter Cé. Ik weet niet hoe dat uitspreekt. Ah, ik zeg gewoon Czech man, <laughs> <laughs> ja, ik zeg gewoon Tjech, man. Maar wie kopen zij dan? Thibaut Courtois. Ja. Dus hetzelfde verhaal. ze zijn inderdaad echt bezig met zo, ah, onze legendes. Zijn we nu al aan het vervangen, of we zijn mm. eigenlijk al klaar. Mm. En zij spelen dat seizoen tegen Genk, jonge Kevin de Bruyne, die ze aan het werk zien en die hun overtuigt in januari om op te mm -hmm. ja, Kom maar even erbij. Kom er maar bij, snap ja, We zullen wel eens 18 mensen nog eens gaan uitlenen. <laughs> pops, pops. <laughs> maar dat is dus die periode inderdaad zo. City is een beetje aan de opmars bezig. We verwachten van Chelsea dat zij de komende jaren gaan domineren. En met die verwachtingen starten we allemaal aan de Champions League campagne. Ja. En heel snel merken wij van oei. Dit seizoen wordt hem niet. Nee. Villas Boas doet het in de Premier League super slecht. Ja, vijf, vijf gewonnen. wedstrijden op 16 of zoiets. Ja, het is echt een super slechte start. In de Champions League valt het mee, maar dat is ook deels door de groep. Maar je ziet wel dat het een heel wisselvallige ploeg is. Mm -hmm. Je ziet thuis, hè, en dan heb je ook natuurlijk het geluk, ja, als je geen gewoon <laughs> pakjes kan geven, dan, mm -hmm. dan laat het zo lijken dat het minder slecht gaat dan wat het is. Mm -hmm. Maar je ziet wel thuis is Chelsea een goede ploeg, uit niet zo goed. In de beker, bekeren zij wel verder. Marvillas Boas moet dan gewoon vertrekken. Ja. Midden in die campagne. Wordt gekikt. En dan komt Roberto Di Matteo. Yes. Op dat moment, hoe dat ik het mij herinner. Want ik denk, het is wel belangrijk om zo in, in deze show. Met heb ik altijd van, is, Ja. Ik ja. heb deels zo nostalgie als wij de topics kiezen en beslissen: van, we gaan het doen. Mm -hmm. En dan heb je zo het. En dan ben ik het gaan opzoeken. Mm. Klopt mijn gevoel ja. met wat ik dacht? Vaak merk ik zo van: ah, wauw, ik was heel veel dingen vergeten. Maar bij die Matteo klopt het gewoon dat iedereen zoiets had. Wie ben je? Ja. Ja, ja, ja. ja. Waar kom je vandaan? Ja. Ah, bro, ik had dat uh, zo hard. Want ik had zoiets van... Uh, Oké, okay, Villas Boas is ontslagen. Mm -hmm. En ik verwacht, Chelsea dat wij kennen, gehaald een grote naam. Ah, ik dacht gewoon weer Guus Ik dacht ook, ah, Hussierink. ja, Guus Hiddink. Ja. Om het seizoen uit te doen, Guus is, is hun guy. Ik verwacht dus een grote naam, yeah. en ik kom met Di Matteo. Yeah. En ik weet, in die periode, ik was gaan opzoeken... Wie dat hij was, ja. ik wist niet die dat hij ooit bij Chelsea speelde. Ik wist ook niet. Ze <laughs> nee. ja, ja, hebben ja. zo ooit zo'n invloed, zo van, aan, van Italiaanse spelers, zoals dat Zola zo. hij is onder de radar gegaan. En man. ik vond dat zo. ik had dan zo foto's van hem gezien dat hij zo met kostuum kwam en bril naar het veld altijd. Zo, je, zo, ja, hij zo die, Italiaanse classic. Dat was die guy blijkbaar. Hè? Maar ik wist niet wie dat hij was. Ik dat Dus ik had, ik was echt zo zo suspicious. Ik had echt zo iets van. Nieuwe ik ah, ik nu floppen. Ik dacht van ze gaan hier. Want toen ook, gebaseerd een beetje zo coaches op naam, toch? Ja, tuurlijk. Ik ken jou niet. Jij bent slecht. Dat is maar ik. <laughs> ik ken jou niet. Jij bent slecht. Ah, maar je moet nadenken ja. in Premier: League, je hebt Ferguson, je hebt Mourinho gehad, je hebt topcoaches aan ja, slotte ja, ja, ja. gehad. En dan kom je met Die Matteo bij Chelsea, snap je? En naast Chelsea dat jarenlang inderdaad gewoon meedeed met, met, met de titel, met de FA Cubes, met de, met de Champions Leagues. Dus jij denkt van: oké. Okay. En die ook altijd als interimcoach altijd grote namen ging halen. Ja, waar, ja Waarvan jij wist: ja, zes maanden, die fixt dat wel. Ja, ja. Ja. Dus dat was echt wel een hele verrassing als je dan uh, Roberto Di Matteo ziet. Ik ga snel um, de resultaten overlopen van de groepsfase. Yes. Want Chelsea eindigt eerst in een groep met Leverkusen, Valencia en Genk. Oh, op nippertje. No? Op nippertje. Chelsea 11 punten, Leverkusen 10 punten, Valencia 8 en dan Genk 3 punten. Maar ik vind dat opvallend, want al die groepen, als je er nu over kijkt, hebben allemaal ongeveer dezelfde ja het was... Ze hebben allemaal 10, 11, 10, 9, 11, 18. doen allemaal. Maar ik denk dat dat ook een beetje een ding is. van Het was toen nog beter verdeeld dan nu. Want ja. wij hebben het net over... Ah, en dat is die periode dat Chelsea begint... Ah, ik bedoel, Chelsea heeft over die jaren mm -hmm. bijna alle toekomstige sterren van alle middelmatige ploegen gewoon gaan halen. Mm -hmm. Marco Marin halen ze in Bremen. Ja. Uh, Schurle halen ze in Leverkusen, volgens Leverkusen, mij. Klopt, ja. ja, je haalt een Hazard in Lille. Je haalt een keer de Bruin, in Genk. Ja, haalt, ik bedoel, op een gegeven moment, je had in Valencia. Ja, als je bij iedereen gaat kopen, dan blijft er bij al die ploegen niet, niks over. Snap je? Mm -hmm. Want dat is wel mijn ding. Als je dan gaat kijken naar de beelden, zo ja, zij spelen tegen Bayern Leverkusen, dat is nog met Ballack en zo. Snap je? Mm -hmm. Ja, Ballack is... na zijn carrière, je kijkt zijn CV en zegt, oh shit. <laughs> ja, <laughs> je? Ja, klopt, ja, klopt, klopt, dus klopt. Dus dat zijn wel de tegenstanders die zij hadden. En uiteindelijk, als je dan kijkt naar een Genk, Genk is kampioen in België. Je kijkt gewoon naar de namen en naar de carrières. Op dat moment is dat ook, oké, okay. Courtois wordt dan weggehaald, maar dat is wel zo, Kevin de Bruyne, Anthony van der Borre, Ogunjimi, Vossen. Mm. Voor België zijn dat allemaal superbelangrijke namen, snap je? Mm. Maar ik denk dat dat evenwicht een beetje weg is. Ja. Maar als ik daar eventjes over mag praten, mm -hmm. omdat je aan het zeggen was, je moet zo langs de twee kanten kijken, het nostalgisch gedeelte en het terugkijken, een ja. beetje. En ik was zo um, Genk uh, tegen Chelsea terug aan het kijken, dus toen ze in Genk hebben gespeeld. En ik kan mij perfect die wedstrijd herinneren, want ik was daar thuis aan het volgen. Mm. En ik wist dat ik zei: Ah ja, Chelsea is echt slecht, omdat die match eindigt op een 1-1. Ja. Ja. Maar ook in die wedstrijd: Je zag eigenlijk, ja, Chelsea was volop volle gas aan het geven. Maar een goede organisatie van geen kind. Alles lukte gewoon. Ik kan me enkel één moment herinneren als man. Ja, ja, één, uh, dat, is name. dat zijn zo'n namen uh, die ik nooit ga vergeten. Laszlo ja. ga ik nooit vergeten. Man. Hij, hij stopt ook een penalty ja. in de wedstrijd. Ja, en dan gaat hij zo ja, ja. vieren om aan te geven van yo. Maar ja, en je voelde echt zo heel dat, bij die vier dingen, heel dat publiek was echt zo van. Mm -hmm. Snap je? Dus. Maar dat is wat ik bedoel met zo'n nostalgie. Snap je? Wij herinneren ons dan nu, maar ik heb nu zo voor mij de cijfers. Ja, ze halen drie punten, want ze mm -hmm. spelen drie keer gelijk. Doelpunten salto, min 14 broer. Ja, man. O, yo. Ik yo, Maar me die andere <laughs> je het wel heel goed herinneren. Yo, <laughs> min 14. De, de vijf nou, Ja, 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 de vijf, vijf, nou, ja maar. Ook, ook, toen zo in de ochtend keek nieuws ja nou, dat was zo was een repeat die daar geen krijgt je, dus je ging, krijg, krijg een pak sla ja maar dat is dat van is... ja ja maar dat was ook zo'n beetje de jaren zo dat Belgische ploeg een beetje zo rammo kreeg in zet? de Champions League. De ja, ja ook absoluut zo, daarna een goede zeven nieuwsje kreeg. dus dat was zo ja als je op nieuws keek dan zeg je zo vaak je hoopt dat een Belgische ja. ploeg natuurlijk maar je wist wel tegelijkertijd dat is ja, ja. nee klopt klopt maar zo de, het wisselvallige element waar we het over hadden zien we wel in die groepsfase. Dus eerste wedstrijd, ze winnen 2-0 thuis tegen Leverkusen. Dan 1-1 op Valencia, 5-0 tegen Genk. 1-1 op, op Genk, 2-1 verloren op Leverkusen. En dan thuis 3-0 winnen tegen Valencia. En die overwinning zorgt ervoor dat ze mm. eigenlijk eerst eindigen. Dus zij moeten wel tot de laatste dag of ja. tot de laatste speeldag gaan strijden. Pikkelen. Maar Brian, ja, jij hebt voor ons vandaag een speler uitgekozen waarvan dat jij vond... Hij was belangrijk over die hele campagne. Of alleszins, jij wat die highlighten, wat ja. zijn rol was. Um, en het is ook een beetje anders dan de vorige episode. Het is ook via hem dat we eigenlijk door de beelden gaan vandaag en door groepsfase tot de finale. Maar die speler is Ramirez. Ja. En ik ga, voordat jij begint, toevoegen, ik haat hem. <lacht> <lacht> ik haat hem, ik haat hem, ik haat hem. Het wordt straks duidelijk waarom, ja. maar ik haat hem. <laughs> hij staat op mijn lijstje met David Trezeguet en al die andere jongens. Ja, ik denk Ramirez is zo de, de, de ultieme utility player. Dus de ultieme ja, speler die je een beetje overal kunt zetten. Hè? Zo ja. in, in de rol van een James Milner, in de rol van een Matuidi. Uh, ik denk dat Ramirez mm. een beetje centraal stond in van de hele campagne van Chelsea. Omdat je kan zeggen, natuurlijk, Drogba met zijn doelpunten. Uh, maar soms, of we vergeten, heel vaak de spelers eigenlijk die uh, ja, toevoegen qua, niet per se qua doelpunten van maar loopwerk, mm. verdedigend werk. En Ramirez werd een beetje gehaald als een centrale middenvelder ja, die heel absoluut. veel afstanden kon, afloop, uh, kon lopen, maar je hebt er dan mm -hmm. ook een aantal wedstrijden op de rechtsaflijnje gezien. Uh, op de linkse flank heeft heel veel uh, impact gehad op de wedstrijden van um, Chelsea. Dus ik vond het mm -hmm. wel interessant natuurlijk om ja, niet iemand te gaan kiezen die altijd een beetje traditioneel was. Mm -hmm. uh, ik was een twijfel tussen Ramirez en Lampard, maar ik ben toch gaan voor Ramirez mm -hmm. omdat hij net iets meer wedstrijden uh, heeft gespeeld en net meer iets impact heeft gehad tegenover dan een, uh, bijvoorbeeld een, uh, een Frank Lampard. Um, dus ja, Ramirez ook een beetje zo toen Chelsea was ook zo een beetje Braziliaans aan het worden, ze hadden David ja, Luiz, ze hadden ja, Alex, dan Bosingwa, oké okay, Portugees, maar het was zo en meer, eigenlijk Bosingwa is ook ook een Braziliaan die voor Portugal speelt inderdaad, ja, ja. dus je had heel veel Braziliaanse flavor je had, daar, die mensen gaan er kan er al, ja ook Portugees, ja natuurlijk Boa was zelf een Portugees, ja. ik had, denk ik ook Paulo Freire en zo, dus je had heel veel, dat was echt wel zo terug, precies Mourinho, ja, ja snap je? <laughs> dus Ramirez was zo ook zo weer een naam, je kent hem niet van waar komt hij? Ja. Ja, en dan zie je hoe dat die presteert in de Champions League. En dan kunnen we gaan kijken naar de, naar de highlights. Ja, die jongen is gewoon heel uh, cruciaal geweest voor, uh, voor Chelsea in die hele campagne. En dan zien we hier, denk ik... Uh, Beelden ja, uit de groepsfase. Inderdaad, inderdaad als dit is tegen Genk. Um, die gaat de bal normaal gezien nu krijgen. Drijft in. En je ziet gewoon loopvermogen. Blijft doorlopen. Goeie 1-2. En dan afwerking. En dat was ook een beetje voor mij ook hmm. een, een, een verrassing bij Ramirez. Uh, iemand die doelpunten kan scoren. Mm. Want daar verwacht je niet meteen van een verdedigende middenvelder eigenlijk. En ik denk ook, het interessante is, dat was waarschijnlijk ook niet wat er eerst van hem werd gevraagd. Nee. Ik heb het gevoel dat als zo'n speler is, dat je krijgt en zelf ontdekt van: ah wauw, die, die kan, kan dit, die kan zuets. Hij gaat mij vaak redden. Ik denk, ja. Zo, ja. Ik denk zo hoe we de afgelopen jaren zo'n beetje naar kanté aan het kijken waren, was dit eigenlijk zijn perfecte voorganger. Zelfde nummer, uh, dus ook met de nummer 7 gespeeld, ook aan het middenveld. Ja. Maar iemand die defensief heel veel kon doen, maar aanvallend eigenlijk. Maar Nuttig kon zijn. Zijn volume was ongelooflijk. Dat is, dat is gek dat je vaak, alleen als je terugdenkt over een speler of aan een speler, mm -hmm. is dat nooit het eerste wat je gaat denken. Zo van, zo, wat was zijn beste kwaliteit? Mm -hmm. Maar bij hem moet ik echt zeggen: zijn beste kwaliteit was echt zijn volume. Want die kon zoveel lopen, die was zo sterk, die kon zoveel werken, dat je hem al die taken kon geven, snapte? Maar zonder dat volume had al die rest ook gewoon niet mogelijk. Ja, geweest. hier ook weer een looplijn. Je denkt bal kwijt toch de doorkomen en dan hier ook heel, heel, heel cute afgewerkt. Mm -hmm. nou, ja. maar hij is ook een beetje door zijn gestalte niet, omdat hij juist iets kleinig is, vinniger, is. Ja, ik ken meer zo, gebruik ja, maar van. Maar maken. Hij heeft ja. zo marathonloper vibes man, zo qua, qua <laughs> postuur. Hè? qua postuur, Je denkt ah zit er een 1000 meter, die man knalt dat denk ik man. Maar zo, zelfs hier zo het feit dat hij die verdediger voorbij loopt, kijk, maar van, waar begint, leid, he. He. kijk van waar hij ja, begint van waar hij begint want hij begint onder de En hij leest wel goed de ruimte. Ja, hij op. loopt eerst en ik haat dit soort passes bij de week dat is echt zo dat is een, een slechte bal hè ja maar, maar buiten dat ik haat zo passes naar de hoek want je bent altijd met je rug naar de, naar de tegenstander toe uh -huh. ja ook als je voetbal taaie je weet gewoon je gaat een taco krijg langs achter. bij deze beeld nu dat je dichter die besef ook van hij was vinnig man ja was belangrijk hè denk je en dat was sterk maar dat was ook zo'n beetje zo tegen Premier League zo hè? het was altijd zo pace en power hè? zo uh -huh. grote sterke uh -huh. mannen wat Luka, Lukaku en, en Drogba uh -huh. zijn ja Ramirez was het in oh. en dat was ook zo ja, je hebt niet altijd, denk ik, de, de grootste en de breedste mannen nodig. Soms heb je ook gewoon ja, de, de technische spelers die natuurlijk wel met een beetje loopvermogen kunnen gaan toevoegen. Ja. En dan zijn er denk ik nog een aantal fragmenten. Absoluut. En dat is wanneer we eigenlijk naar de knockout fases beginnen te gaan. Ja. Um, en die knockout fases zijn ook interessant. En ook daar heb ik, had ik terug mijn dingen zo. Ik had de herinnering. Mm -hmm. En ik ben er terug naar gaan kijken. Ja. Ja. Mijn herinnering was. Ah, Chelsea wisselvallig, knock-outfase, heen en weer. Dat waren altijd leuke wedstrijden. Ze hebben zich erdoor geknokt. Nice. Ja. Maar ik ben terug gaan kijken. En ik dacht. Zij hebben gesufferd. <laughs> Chelsea heeft kansen tegengekregen in de zestiende. In de kwartfinale, in de halve finale. Waarvan ik denk, ik heb geen idee dat jullie in de finale zijn. Ja, zwaar, man. Want, Want het was een verrassing ook dat dus zijn. Ja, maar zo in uw herinnering, 10, 12 jaar later, denkt jij, ah ja, dat waren moeilijke match-ups, mm -hmm. maar ze zijn er doorgegaan, verdiend. Mm -hmm. Wat ik nu denk van, broeder, <laughs> als we eerlijk moeten zijn, ik weet niet wie met jullie was op dat moment, ik weet niet welke Santo Espirito die jullie hebben gededen. <laughs> Want het begint, al, het begint al tegen Napoli. Ah, ja, maar, maar dat, was dan niet, dat was niet normaal. Die en strijd, voor de mensen die dan Napoli niet zouden kennen. Mm -hmm. Ah, bro. Wij kennen Napoli nu van de voorbije jaren. Maar, wij weten toen ook. maar de echte Napoli die je moest kennen, die je moest volgen. En ik heb de kans gehad om in Napels te zijn okay. voor een Champions League-wedstrijd mm -hmm. van Napoli. Ja. En je hoort die, die Gonzalo die guy. Je ja, ja, ja. ja, hoort die boer ah, op een kilometer van het stadion. Ja. Alle straten. Napoli is de, de meest hectische stad die ik heb gezien. Alleen samen met Kinshasa. Dat is een goed gevecht. <laughs> maar in Europa, de meest. En die dag was alles rustig, mm. af het stadion. Mm. En dat was Lavezzi, Cavani, ja. Hamsik, ja. Calejón, ja, José. Ah, dat was ongelooflijk, man. Maar ja. dus tegen dat Napoli vallen ze op dat moment. Ja, ik wou zeggen, ik heb, ik heb de wedstrijd terug bekeken hè, en ik had echt zoiets van, ja... Dat, dat was oud voetbal ja, terug. Maar daar is mijn haat begonnen voor die eh, doelpuntenregel, man. Want, want in, dat ook ding. Ja. Als het voetbal eerlijk was, waren ze toen naar raas. Ja, absoluut. Als het voetbal eerlijk Absolute. was, waren ze toen naar raas. Maar Absolute. die doelpuntregel heeft gewoon alles. gered voor heel veel ploegen. En ja, Chelsea heeft daar gewoon. In, de hele, in deze campagne ze hebben daar ultieme gebruik van. Oh, dat is als, dat als dat Strategisch, die, ja. Als die uitdoelpuntenregel niet bestaat, heeft Chelsea nooit die Champions League op zijn cv staan. Maar interessant, ook in deze confrontatie heb je terug een beeld. Uh, bovengehaald van Ramirez. Natuurlijk. Want ik heb het gezegd. Ramirez volgen mm -hmm. wij door de hele uh, Champions League campagne en dit is dus het beeld dat jij hebt gekozen en je mag uitleggen waarom. Dus uh, Ramirez het enkel loopvermogen? Nee. Gaat hier naar binnen snijden. Voorzet uh, denk ik, eerste paal, tweede paal ertussen. Mm. Drogba wat wow. een fantastische looplijn. En ja, iconic celebration natuurlijk bij oh, Drogba ja weer een element van uh, Ramirez dat ik niet uh, nie had verwacht natuurlijk de cross ja de cross gewoon de inzicht de, de delivery en natuurlijk ook wel Robert maakt wel de helft van dat doelpunt want ja als hij daar niet zo inloopt en kopt ja, dan maakt hij dat doelpunt mm -hmm. niet wat wel interessant is um, dus de eerste wedstrijd van uh, die Matteo in de Champions League ooit ja. als trainer um, dus uh, Velasbos werd uh, ontslagen tegen West Brom Hm? Uh, en dus moest uh, uh, die Matteo overnemen. Hij had een wedstrijd gespeeld tegen Birmingham in de FA Cup, wintie En dan speelt hij een wedstrijd tegen Napoli. Uh, en hij is dus, uh, dit is dus zijn eerste wedstrijd. En ik vind het gewoon interessant, en ik zal het straks even aanhalen, um, wat een beetje zijn impact was mh. in die wedstrijd. Ja. En doorgaans het hele campagne. Want belangrijk, Chelsea speelt eerst op Napoli. Ja. Krijgt daar een 3-1. Ik, ik noem het een pandoering mm -hmm. door hoe de match was. Ja. Yeah. Die er moest één. meer ja, zijn. Ja, en, en daar is ook Vriend. mijn... Gavessi heeft zoveel gemist. Ja, maar aan. Cavani ja. ook. En Cavani daar ook. is mijn ding begonnen met... Cavani is nog voor mij net niet die wereldspits. Want de kans dat hij het krijgt in die wedstrijd, mm -hmm. moet hij gewoon afmaken. Maar dat is wat Cavani door heel zijn carrière helaas is geweest. Ja. Want dat was, voor mij is dat echt een prachtspits om naar te kijken. Loopt altijd juist, loopt altijd goed, komt altijd in posities. Hij kan trappen, links, rechts, technisch, kopbal, al die dingen. Mm. Maar als je inderdaad 90 minuten kijkt naar Cavani, denk je dat je 10 keer moet scoren. Ja. Ja. En dat heeft hij altijd gehad, en bij dan Napoli hebben we het hem vergeven. Mm -hmm. Maar later hebben we... Ja, bij PSG was Koeniging. het... Uh, ja, 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 ja. Want hij heeft ook gezegd gehad tegen Chelsea zelf, mm -hmm. dat hij ook gewoon ja, moest killen en die heeft hij gedaan. Ja. Mm -hmm. Maar dus, zij verliezen met 3-1 de heenwedstrijd. Zij ja. winnen dan de terugwedstrijd met 4-1. Ja. Dus eerst 3-1 en dan verlengingen. Mm -hmm. En jij zegt dat je daar interessant vindt, dat je meteen de hand van Di Matteo ziet? Ja, dus um, ik heb ook daarna een aantal fragmenten herbeluisterd van, uh, van Di Matteo. Uh -huh. um, en hij zei eigenlijk: um, ik heb een aantal wissels gemaakt voor de wedstrijd tegen Napoli. Um, en ik ga eventjes de opstelling van Napoli: 3-1 verloren was het uh, Chegging-doel, Bossingwijk-raceback, Louis Kegel centraal van echter en linksback was het Ivanovic. De middenveld was Raúl Merelles, Ramirez en Mata. Dus daar was ons Spaanstalige mm -hmm. uh, middenveld van Vilas Boas dan. En dan Sturridge, Maluda en Drogba. Dan gaan ze dus. Uh, Sturridge, broer. Ja, Sturridge. Maar oh, Sturridge had een die, heel goede campagne yeah. right ook dat jaar. Heel goed. Maar Sturridge is ook iemand die 16 goals of 17 yeah. goals in totaal had gescoord. Ja. Dat is een supergoed jaar. Van mij van, van, van City dan? He? City, City. Maar dan City, City. ja, ja. <laughs> <laughs> bon, dus uh, die Matteo kiest dus een opstelling en ik vind het gewoon. Ik heb de spelers uh, gehighlight die hij dus erbij heeft bijgezet. No. Uh, dus hij start met Cech uh, in doel, rechtsback Ivanovic, centraal van achter was het Louis Terry. Dus okay. Terry komt erbij, linksbak komt er Ashley Cole weer bij. Middenveld wordt Lampard en Essien en dan wordt het aanvallende drie of aanvallende vier is Ramirez, Mata, Sturridge en Drogba, Maar um, het hele seizoen, zeker met Villas Boas, was er zo heel veel frictie tussen Lampard en uh, Vilasbo was, ja. Lampard was een beetje ouder, Ze wilden Lampard een beetje naar de deur duwen, en hij was nog iemand van, ik ben nog steeds iemand met heel veel kwaliteit. Uh, ik ben nog steeds die guy. Ik ben mm -hmm. nog steeds die guy, ik heb heel veel impact, ik wil. Maar met Terry ook, hè? want volgens mij is uh, Gary Cahill. Cahill is gekomen, inderdaad. Ja. Dus waaravilasbo was deed, was eigenlijk, hij wat voor jongen, wat voor mm -hmm. en hij heeft heel veel veteranen de deur naartoe gewezen. Natuurlijk mm -hmm. Torres dat het wel moeilijker, dus Roba was altijd wel nee. nog steeds belangrijk. Maar je zegt wel bij Chelsea. Zowel naar een bepaalde richting gaan. En villas Boas is ook heel snel die kleedkamer kwijtgespeeld. Ja. En de meesterzit van die Matteo was: oké, okay, defensief heeft hij natuurlijk zijn ploeg goed kunnen zitten. Maar hij heeft wel gezegd: van... Ik ga de juiste spelers op de juiste plaats zetten. En ik ga die veteranen erbij pakken. Want ik heb ze wel nodig doorheen in de campagne. Plus, hij is een ex-Chelsea-speler. Lampard, uh, Lampard Essien, Terry. Uh, Terry zijn. Chelsea Legends, nu dat de ze liggen, zeker terugkijkt. Dus, uh. Ja, die jongens hebben wij nodig. Zij weten wat het betekent om voor Chelsea te gaan spelen. Dus hij zet die vier jongens in die basis. En ze winnen 4-1 tegen Napoli. En je ziet wel van, oké, okay, dat is een beetje zijn core met waar we aan werken. Um, de relatie is veel beter met de fans, de relatie is veel beter met de spelers. En je ziet wel van, oké, okay, die Chelsea moet gaan strijden. Want heel veel ploegen zeggen 3-1, verloren, het is gedaan. Maar zij zeggen van, nee, wij zijn wie dat we zijn. We hebben zoveel Champions League gewonnen. En wat centraal stond in heel deze... Het verhaal is eigenlijk, het zijn Chelsea legendes, maar geen Champions League. Chelsea ja. had ook nog geen Champions League gewonnen. Ja. En dat was ook zo de insteek, een beetje van: oké, okay, jullie moeten nu voor, nu, gaan nu voor Chelsea legendes worden, ja. want jullie gaan die Champions League pakken. En dat begint met die wedstrijd uh, tegen Napoli, waar hij dus die vier wissels maakt. En waar voor, me, voor mij gewoon vier ja, key wissels ja. Ja, Thierry, Terry, clubkapitein, komt terug. Ashiko, pesterlingspak van de wereld op een bepaald moment, komt ook terug. En dan heb je met SCA, een werker die erbij komt. Mm -hmm. En dan Lampard, ja, we kennen hem van zijn infiltraties, doelpunten, penalties. En dan ga je zien door de hele campagne weer door dat die ook weer zijn aandeel gaat hebben. En dan mag je denk ik van mij naar het volgende fragment ja. gaan. Ik ga eerst nog een vraag, vraag stellen aan, ja. aan Andy voordat we naar het fragment gaan. Omdat voor mij was dat het jaar dat ik ook heb geleerd wat de, de kracht van een John Terry en, en zo waren in ja. de club. Ja. Ik weet nog dat wij na dat jaar allemaal door hadden van, ah oké, okay, dat zijn echt dat zijn gewoon patroons daar. Yeah. <laughs> snap je? Yeah. Want dat was het hele gevoel. En nogmaals, toen kwam uw info niet zoals nu, alles is al op Twitter. En mm -hmm. Dus wij gingen echt op zoek naar wat gebeurt er daar en wat moeten we lezen en wat is het allemaal. En een beetje, want inderdaad, iedereen wist van, ah die kleedkamer en Vilas Boas, dat gaat niet. Maar zo de general message was zo van, ah, John en Frank, zijn zij hebben hem snapte snap je? Mm -hmm. Is dat wat je, dat je ook zo een beetje hebt geleerd van, ah, oké, okay, die John Terry's, die Frank Lampard's? Nee, tuurlijk. Want op dat moment, ja, het is ook tien, tien elf jaar geleden of zo. Ja. Op dat moment, uh, je, toen villas als Bouwens er nog was, Ik was ook in die moed van, ah, Chelsea is verjongd, laat die jonge mannen spelen, de oude mannen op de bank. Dat was de moed die ik had. Hè. Mm. Maar daarna, ik heb zoiets van, die Matteo komt het spel van Chelsea ook in de Premier League ging niet veel beter, nee. maar de resultaten, de resultaten waren er wel voetbal, ja. puur omdat je ervaring op het veld had. Mm. En toen had ik zoiets van ah ja, ze hebben het zijn zo de kleine details in een de wedstrijd die wel tellen bijvoorbeeld heel domme. Een klein trekje, uh, allee, John Terry. Iedereen weet die trek, die duwt altijd yeah. van alles wanneer de zich er niet kijkt. Mm. Dat heb je niet als je twee jongsters uh, van achter zit. Op middel Frank Lampard, die gewoon van 40 meter gewoon weet. Ik ga gewoon trappen. Mm. Gaat tegen de keeper, rebounds, Drogba, en elkaar wie dan ook uh, steekt er dan in. Mm -hmm. Zulke dingen ging gewoon, gewoon met dat bijvoorbeeld niet doen. En daarmee heb je al zoiets had van ja, eigenlijk heb je wel een soort van mix nodig. Dat is wel het jaar dat ik ook zo begon in te zien. Zo van, misschien moet ik ook eens, even in eigen boedel gaan kijken. Ja. Voor ik mezelf, mijn eigen oordeel heb over coaches die altijd maar oudere en oudere, oudere, oudere spelers willen aan laten spelen. Ja. Maar dat is belangrijk, denk ik wel, inderdaad. En ook gewoon voor die. Ja, jullie regelen de kleedkamer en ik kan me focussen op, 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 op wedstrijden en, 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 en op het zo. voetbal. Ja, eigenlijk. want als je kijkt nu naar Chelsea, maar dat is heel dom. Hè? Um, als je ziet nou hoeveel kapiteins dat er op dat veld stonden. Ja, Ivanovic is ooit kapitein geweest mm -hmm. voor Chelsea. Tsjech is kapitein geweest voor Chelsea. Cole, Terry. Uh, lampard doorbij ja je hebt zes zeven kapiteins op dat veld dus je moet niet gaan stressen over ah we gaan de jongens een beetje moeilijk doen of we gaan niet accepteren wat de beslissingen zijn nee je hebt zeven kapiteins die gaan zeggen van nee kijk dit is hoe wij gaan spelen en de coach kan zich gaan bezighouden maar het met is al een echt met karakter dan ja, ja en want nu gaat het over wie er staat maar mm -hmm. wie dat op de bank zit op dat moment er zijn ja. nog spelers als Malouda ja. die al hebben gewonnen met Chelsea mm -hmm. die al na de finale zijn gegaan met Chelsea en die ergens ook wel nog aanvaarden van ja maar Oké, okay, ik zit op de bank, maar mm -hmm. ik ben nog steeds van waarde voor deze ploeg. Je hebt een Salomon Kalou die in die jaren zo de vervanger was. Hij was de invaller. Die ja. kon links, spits of rechts invallen. Mm -hmm. Die scoorde wel altijd zijn doelpunten. Mm -hmm. Dus ook op de bank heb je wel zo die guys waarvan je weet van ah, ik kan op hun rekenen en als het moet, gaan zij het wel doen. Weet je wie je ook had? Jono B. Ook? Ja. Ben Ayoun, man. Yossi. Oh. Ja. 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 En ik verschoot, want ja, ik heb ook... Hij was wat, ook een toerist. Hè? Ja, ik heb de Champions League gekeken. Hij <laughs> <laughs> nee, ja. nee, wilde oh, niet. veel maar Hij was... Ik ga niet Nee, was een goede speler. Dan. Ja, maar hij was wel belangrijk in de Premier League zelf. Omdat ze... Weet je, omdat je zegt... Ja, van, ja zo, ze mm. roteerden veel. Ja, na nou, ja. een was de focus echt puur op de Champions League. En je zegt, ja... Als Chelsea een puntje ging pakken of drie punten ging halen, was Bena ja, ben ja. altijd op het veld. Hij had zo wel zo'n sneaky stats, man. Ja, ja! ik kan me, dat wel, herinneren. Ik kan me dat wel herinneren dat Bena zo een beetje links-rechts. Ja. Maar ja, hij was man. wel gewoon een goede partner. Maar Michael ook, hè. Hè? maar dat is goed dat je de bank zegt, want dan gaan we dan later doen. Ja, weer John Obi ja. ja. Mikkel. Uh. De ultieme, je weet, matches ja, match gedaan. Match is gedaan. Hij, <laughs> hij komt erop, matches gedaan. Laatste minuten je weet, je gaat niks meer doen doen we Ah, en dan heb je. Ah, nee, je dat uitleggen? Stel je voor dat iemand nu naar ons aan het kijken is. Hij is een beetje jonger. Ja. En hij hoort ons zeggen: Gij weet, als Johnny Obi Mikkel erop komt, is een match gedaan. Wat ja. betekent dat exact? Wat ze nu zo proberen zo, in het hele voetbal, is zo van: ah, we gaan een extra VD erop zetten, we gaan de wedstrijd uitzien. Maar dat is zo niet foolproof. Snap je? Dat betekent af en toe gebeurt nog een, een, ja. een foutje. Hè? Wie? Dat is gewoon, kijk, ik kan heel simpel zeggen. Ronaldo, penalty, laatste minuut, je weet, die is drie. Ja. Ja. komt er de laatste last, tien minuten, je weet, je gaat niet meer slikken. Wat je ook <laughs> kan doen. Ja. Je, kan, je kan met 18 aanvallers spelen. Je kan met 7 maar meer spelen. Je gaat niet scoren. De jongen, die, het ding is, hij is een teen. Dus want, want als je ziet waar hij speelde voor Nigeria, was ja, hij aanvallend. aanvallend mm -hmm. ja, ja. Maar voor Chelsea, hij wist, oké, okay, mijn rol is gewoon defensief. De jongen komt erop. Hij zegt, kijk, jij komt niet voorbij. bij wat er ook gebeurt, je komt niet voorbij. Met tactische fout, bal wegtrappen. We. Jono en Mika gaat alles. Hij is de ultieme. We gaan de wedstrijd uitzien spelen. Dat is een speler die ik nu respecteer. Maar ik haat het. Als ah, fan... Ja, ja je, je zet. je ploeg is tegen Chelsea aan het spelen. Mm. En je voelt van... We kunnen, we kunnen, we kunnen. En Chelsea is echt... Dat, is, dat zijn koppige verdedigers. Hè? Ja. Dat is echt een koppige ploeg. Maar we kunnen, we kunnen, we kunnen, we kunnen. Je ziet gewoon... De ref doet dit. Bordje. Is is nummer 12. Nummer 12. Ah, <laughs> twaalf. Uh, ik denk dat je als coach tegen je sterspeler dan zegt van... Loop zo ver mogelijk weg. <laughs> <Want> <laughs> maar jongen... Mikel vindt jou. hè? Huh? En dan heb je, <laughs> maar je moet nemen Bachel Charles een psychopaat Op het moment hadden ze Ramirez, Essia en Mikel. Ja, maar dat was... Je dat was kon niet... Terrorisme. Is, oh. Ja, je kan niet weglopen. Terrorisme FC. Ja, ja je kan niet Je kan niet weglopen. We gaan naar de beelden kijken van uh, Benfica-Chelsea, yes, want dat is de volgende ronde, de kwartfinale. Ja. We hebben het daar net een beetje gezegd Porto, maar eigenlijk Porto en Benfica op dat moment zijn ook zo wel worden wel zo hofleverancier van zo de Go grote top. clubs mm -hmm. Mm -hmm. en zo de Cities, de opmars van City, de opmars van, van, een, van een Liverpool, van een Real, ja. van een Chelsea gaat heel vaak gepaard met die zijn daar iemand gaan halen. Mm -hmm. Atletico is ook een ploeg die daar heel heel veel is gaan shoppen. Maar die hebben echt zo in die jaren, en dat zijn ook spelers die we hier terug gaan vinden in die affiches. Elk jaar kon je zo twee, drie spelers vinden, en dat is eigenlijk tot vandaag nog. En je ziet er, ah. Waarvan je wist, ah, en die is daarna naar City gegaan, ah, die is daarna naar Chelsea ja. gegaan, die is daarna ja. naar dit gegaan. Maar dus Benfica, op dat moment, iedereen weet dat is een goede tegenstander, maar die zijn normaal gezien wel te pakken. En ook hier vinden wij onze vriend Ramirez terug, die ook voor uh, Benfica heeft gespeeld. Hè? Ja. En, en het, het is een grappige fase, want hij gaat niet aan de bal komen, maar je moet zien weer waar hij start, 20 meter achter Raoul Merelis, maakt de looplijn. En hier door Puyol zijn looplijn koopt hij net een aantal seconden hmm. ruimte voor Merelis. En ik zei het nog zeg tegen jou, want ik ga ze beeld aan het Er zijn weinig doelpunten dat ik me kan herinneren, maar ah, dit is een van 100%. de doelpunten. Ik ga dat nooit vergeten. 100%. Want dit was ook denk ik de laatste. Het was een van de laatste momenten in een wedstrijd dat hij het doelpunt scoort. Uh, Raoul Merelis voor, uh, voor Chelsea. Ze waren al gekwalificeerd, want ze wisten al, ja. ze wisten al dat ze door gingen gaan. Want ze hadden het denk ik, met de uitdoelpuntenregel. Ja, ze ja. hebben eerst op Benfica 0-1 gewonnen. Ja, en dan was het 2-1. Dus ja. Dit was de 2-2, maar gewoon puur. Nee, dit was de 2-1. Ja, maar dit was dus gewoon puur de looplijn van uh, Ramirez. Heeft, hier moet hij eigenlijk niks doen, maar gewoon puur dat hij naar, uh, naar links beweegt. Ja, moet Louisa meegaan. Moet daar een keuze gaan maken. En ja, het is een beetje dom dat je daar Marillis uh, laat vrijstaan. Want die stond wat je kind voor afstandschoten. Ja, maar gewoon afstand maar schoten. <laughs> ja, maar gewoon, puur door zijn. 20, 30, 40, ja, 70, 80 meter te gaan lopen. krijgt mm -hmm. hij voor mij dat doelpunt. Ja. En dan, ja, hou Merelis. Dat is uh, echt een van de beste Champions die ik doelpunten, man. Omdat ik herinner mij dat ook zo live. Ja, ik weet niet, op volle snelheid... Ik heb dat altijd hè, met voetbal. Op mm. volle snelheid zo'n bal trappen is sowieso al moeilijk. Mm. Maar ik herinner me ook live dat je die zo ziet vertrekken. Je ziet even verdediger, je ziet Ramirez en je hebt door van... Ah ja, gaat hij gaat of afleggen of de derde... Ik weet niet meer wie de derde is die aankomt, maar we zien hem op het laatste beeld. Die er aankomt, hij gaat afleggen en mm -hmm. match gedaan. Wie denkt er op dat moment... Ik ga schieten. Ja, maar dat is een beetje... Zeker als dat geen spits is. Snap je wat ik bedoel? Exact. Maar dat is een beetje zo... Weet je, zo het lichte psychopaten dat je moet hebben om de top te <laughs> Ja, want jij, jij loopt en je denkt op dat moment... Broer, ik ga je allumeren. Mm. Snap je? Ja, man. En ik vond dat een geweldig doelpunt. Maar dat is wel zo één van die doelpunten die mij is bijgebleven. En wat interessant is, ook met Raúl Merelles, Ja, die komt van Liverpool. Ja. Eigenlijk niet goed verlopen daar. Nee. Krijgt een soort van tweede kans bij Chelsea. Maar komt dan in een rot en op dat moment ineens ja, cruciaal, doorpunt, wordt hij weer he? een van de helden. Maar ja, zo, die... zo moeten vechten. Snap je er al mee? is een vechter. Dat komt in een ploeg. Dat moet vechten. Ik denk ja. dat dat zo de, de perfecte combinatie wel een beetje was. Ook gewoon maar als ik zo terugkijk, is het zo lo een logische ploeg. Maar er was gewoon geen logische trainer in het begin ofzo. Want Villas-Boas wou misschien iets te mooi voetbal proberen, met de ploeg waarvoor je niet hebt, snap nee, Terwijl die Matteo, en, en, en dat is wel, en ik denk dat je dat ook kunt, kunt zeggen, iedereen zei van, je voetbal is shit, je voetbal is heel slecht. Mm. Maar de ja, resultaten maar het ging, waren dat. Het daar. was gewoon 1-0 FC. Ja, ja, ja het ja, ging ja. hem niet om balie. Nee, nee. Ja, maar dat is <laughs> ook wat hij zei. Je, ja. Ja. Dat is ook, want dat was een beetje het probleem met Villas-Boas, was van, hij dacht te veel van, ik ben hier op een lange termijn, dus ik ga mm -hmm. tijd krijgen. Ja, ten eerste is het bij Chelsea, dus tijd bestaat niet. En je zit in de Premier League, je moet prijzen gaan pakken, want je moet Champions League spelen. Ja, je hebt geen tijd om, 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 om te gaan nadenken over speelstijl. Je moet ook resultaten ja. pakken. Mm -hmm. En die Matteo gaat dat meteen door. Ook gewoon als interim. Bij hem is er niet zoveel druk, want je weet, oké, okay, je bent natuurlijk wel daar om het seizoen uit te doen, maar het is, niet dat, meteen, ja, het is niet dat meteen mensen zeggen van ah, je, je moet nu kampioen spelen. Hij heeft zijn eigen merit gedaan. Maar ja, het was gewoon zo van oké, okay, we gaan gewoon proberen te winnen. Kan ik winnen? Nee. Maar ik ja. moet niet gaan nadenken over speelstijl en wie, wat. Nee, ja. ik kies gewoon elf jongens en zij moeten gewoon de, de, de prestaties gaan leveren. Mm -hmm. En dan komt een wedstrijd. De mooiste wedstrijd in voetbalhistorie. De wedstrijd die mijn hart heeft gebroken. De mooiste voetbalwedstrijd. De mooiste <laughs> dat is wedstrijd, de eerste keer. Ik kan niet liegen, deze wedstrijd heeft mij blij gemaakt. Dat is zo'n periode waar ik Barca niet, niet mocht maken. Maar... Niemand mocht Barca Niemand mocht Barca. dat is waarom deze zoveel pijn heeft gedaan. Is zo... Iedereen was tegen dit Barça moest altijd de Champions League winnen. Ja. Dit Barça was ongelooflijk. Maar deze wedstrijd ja. tegen Chelsea breekt eigenlijk alles af. Ja. Dat is het moment dat Guardiola zegt I'm done. <laughs> dat is het moment dat alle supporters die Barça niet mogen op dat moment United Chelsea fan worden voor twee wedstrijden. Ja. En het gebeurt dan nog eens op de lelijkste manier ooit. Door. Maar hier ga ik terugkomen op mijn beginpunt. Je hebt nostalgie mm -hmm. en dan gaat je naar de beelden kijken. Uh. Mijn nostalgie zei: ja, Chelsea, blok, verdedigd. Barça heeft gewoon de bal laten draaien. Nee, dat is mijn nostalgie. Maar toen, toen werd de term parkeerde bus uitgevonden. Ja. Toen, toen, toen. Als je zo FIFA speelde, werd dat gewoon toevoed, park, park de bus. Park mm -hmm. de bus. Ja, ja. Absoluut. Dus in mijn hoofd: Barça heeft zo tiki-taka gedaan, het lukte niet. Na -na -na. Herinner je, dat is lang geleden. Ja. Dus we gaan naar de beelden kijken. Ik heb nog nooit een ploeg gezien met zoveel kansen. Ik heb nog nooit een ploeg gezien die zoveel op de paal, op de dek op, de op de keeper, op de weer. Ja. Pe penalty ja. op de lat. Maar over twee wedstrijden, ik heb dat nog nooit gezien. Nou, dat was mooi, man. Dat is echt een masterman. Ja. Dat is mijn tueste, hè. Het ergste is, en dat is een ding dat ik aan Andy ook wil stellen en daarna ook aan u. Het ergste is dat die Matteo daarna zegt. Ah ja, ik heb voor de terugwedstrijd met Mourinho gebeld. <laughs> maar ik ga echt niet liegen. Hoe, dat ik, het zo, hoe dat ik het me herinner, dat was echt zo de wedstrijd van... Eigenlijk de twee, voor de twee wedstrijden had ik zoiets van... Ik mag de twee ploegen niet, moet ik er kiezen, dat is ah, Chelsea. Ja, ja, ja. Dat is Chelsea. En puur waarom? Omdat je enkele jaren terug mm. de Is the Disgrace ja, wedstrijd ja, ja, ja. En ik had zoiets van... Ah. Plus Barstel, we gaan eerlijk zijn, Barca hadden van ploegen zoveel pijken. Ze ja. speelde zo'n mooie voetbal... Nee, mooie voetbal. Die speelde Kijk, in dat is de periode waar Barca, Guardiola irritant was. Ja, Leo overdreven. Zo'n 80% bal zit elke <laughs> wedstrijd, hey, alstublieft. <laughs> maar dat, was, dat, was, dat was voor mij, was, dit was, maar ik zeg je, deze wedstrijd heeft zo heel veel dingen laten uh, burfen. Er zijn heel veel dingen uitgekomen. Uh, park de bus. Maar ook van, ah, er is een manier om te winnen tegen Barca. Mm. Want daarna iedereen is iedereen gaan kopiëren. Laag blok. Het laatste blok dat je kan voorstellen, gaan we gewoon doen. Gewoon oh, voor de keeper. En gewoon zorgen dat we, snap je, dat we snel kunnen gaan counteren. En ik vond dat echt magnifiek. En die laatste doelpunt was echt zo. Ja, ja dat was echt. Masterpiece. man. Ja, kap, ik was kapot want <laughs> ik, ja, ik, ik heb ja, kom maar. Kijk, man. Ik heb toen die helle bekeken zo. Ja. Nee, ik ga het niet vergeten. Weet je wat, enige Ik ben aan het lachen, maar ik ben boos. <laughs> Nou, dat is een magnifieke wedstrijd. <laughs> dat, dat, dat is echt waar, dat is, dat is erger dan, dan 8-2 krijgen van Bayern en zo. Dit was veel erger. Nee, ik snap dat. Dit ik was veel ik snap dat. Wat jullie waren gewoon beter. Er is geen. Speel die match duizend keer opnieuw, we winnen hem duizend keer. Ja. Ja, maar dat is ook, denk ik, waar iemand zei na nou, de wedstrijd. zo van: je kunt deze wedstrijd zoveel keer herspelen. Dit, Dit is, is de enige keer. Ja, 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 ja. Weet je, zo worden mensen die naar Marvel kijken en zo mm -hmm. Avengers, mm -hmm. zo. Als, hij, als Thanos alle stenen heeft, mm. dan kan hij zo... Zij kunnen alle mogelijke uitkomen zien die er kunnen gebeuren. Ja. En zij zeggen, er is maar één scenario waarin ja. deze missie lukt. Ja, ja, ja. Dat is exact hetzelfde. Ja, ja, ja. Dat was mijn dingeske, Dr. Strange. Ja, er was maar één scenario mogelijk en het is gebeurd. Magnifiek. Maar ook hier heb jij terug Ramirez, Ramirez. Ramirez. Like. Ja, want dit was... Zowel in heen als terug. Ja, hij, toch? Uh, Kijken wel in ja, welke vorm dat het was. Maar ik denk... Of is het deze? Uh, ik denk balverlies. Hier. Lampard. En dan uh, zal er heel veel mensen hier de drogbaan wegsturen. En dan speelt hier Ramirez aan. Ramirez gaat dan de drogbaan vinden. En als wij dan dus samen Profiel spelen, zeg ik vaak: de derde loopplijn is Blydex. Je moet niet meteen naar de eerste keuze gaan. En dat is eigenlijk gewoon puur. Ik hoop dat we de replay terugkrijgen. Uh, je moet kijken met wie dat je werkt. Is de drogbaan de snelste speler? Nee, is hij is uiteraard er zeker niet. Maar hij is niet de snelste speler. Ramirez heeft meer loopvermogen, heeft meer snelheid. En daar moet je een beetje gaan kijken. En toen heb ik beseft van voetbal is een beetje schaken. Je moet zien waar hij pionnen zijn. Mm -hmm. En op dat moment is is uh, Ramirez is, uw, is uw loper. Hè? Hij is degene die de afstanden gaat afzetten. Hij gaat zichzelf uh, uh, opofferen voor, 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 uh, voor de tegenstander eigenlijk. Dus hier maakt hij zijn looplijn. Eigenlijk zal iedereen hier doorbij wegsturen. Dan het overzicht behouden. Voorzetje niet een topvoorzet, maar Roba maakt het af. Zo en dat was voor mij zo van. Voetbal IQ tot op het hoogste. Mm -hmm. Ja, veel mensen denken, ah, Drogba is een spits. Ja. Je moet hem aan, aan hem geven. En Lampard denkt op dat moment, nee, ik ga het geven aan iemand die de bal dichter bij doel kan krijgen. Zodat Drogba het enige wat hij moet doen is gewoon juist positioneren in de 16. En hij heeft dat gedaan. En dat was voor mij gewoon, dat is een van de herinneringen die ik had van vroeger. Van, ah, als voetballer moet je nadenken over bepaalde situaties. Soms is de meest duidelijke pas, is dan naar Drogba, dat je normaal doen maar als je eventjes nadenkt en zegt van oké okay, waar is er op dit moment misschien meer logischer ja dan is dat pas naar Ramirez en daar ben ik echt gaan beginnen nadenken over voetbal van eigenlijk is het een, een schaakspelletje ook gezien de afstand yeah. als je het direct aan door het bed gegeven en hier ja de... dit, dit, dit deze doelpunt heeft mijn hart gebroken Lampard weer al we hadden alles onder controle de Ramirez en deze ah die stiefstertje was lelijk mm -hmm. Ach. Mm -hmm. maar ik kan me zo herinneren dat ik me echt op dat moment ik vroeg me echt af, sinds wanneer kan Ramirez dit? <laughs> op, op, op welk moment heb ik iets gemist dat deze jonge lopjes van buiten de baklijn gaan beginnen geven aan Valder? Dus, dus ik, ik, ik dacht echt van, ik heb een episode gemist, man. En dit doelpunt is ook gewoon, dat is gewoon twee passen. Hè? Dus wij, Barca, op dat, in, in dat moment, we waren altijd bezig met tiki taka, lopen, driehoek, nee, vloer, joh. vierkant, ruit... Weet, weet, <laughs> <doen gewoon, pas, laughs> <laughs> weet je dat ze in het Frans noemen? ik wat hun doen gewoon, ik loop door, pas, loop, goal. Weet je dat ze dat in Frans noemen? Ik zei de confiance, te veel vertrouwen. Te veel zelfvertrouwen, ja, werd daar echt eigen fout. Ik werd daar para Jullie stonden 2-0 voor, dat was echt heel kort, na de rode kaart Er was geen reden om... te Kijk, het ding is... Wij verliezen met 1-0 op Chelsea. Yeah. Er is geen reden. Op dat moment. We staan 2-0 voor. Er is geen reden meer om te aanvallen. Hmm. Doe rustig. Nee, wij willen. We zijn Barça. Oh, Guardiola. Oh, tiki taka Die mannen lopen de hele match achter de bal. Hij krijgt de bal. Hij zegt. Weet je wat? Hij zegt Hij zegt stuur. Geen <laughs> <hijen> tactiek. Gewoon stuur. stuur ja, hij loopt iedereen voorbij. Loop. Nu moeten wij terug gaan aanvallen. Wij scoren nog een doelpunt. Yeah. We afgekeurd voor offside. Yeah. En dan. Die, die, die andere... Ik ga geen vuile woorden zeggen in deze episode, maar Fernando Torres. Die Spanjaard. Ja, we zijn zo hard aan aanvallen, aanvallen, aanvallen. Die man staat gewoon zo. Aan de middenlijn Hij staat zo op de middenlijn. Hij is aan Hij is gewoon aan het de ja, ja, oh. denken van, waar ga ik vandaan? Nou? Broer, iemand trapt de bal in de lucht, hij controleert hem, hij staat één tegen één met Valdes, die, die, die op 40% beter van zijn doelpunt. Ah, die had je fijn nah, maar broer, dan When... als je dat een beetje beter I Ik we... Bey ao... weet je... Ik ben zelfs anti-Samsung door Samsung en right-to-play zo. So de enige reden waarom ik Apple-producten heb, is door Chelsea. Maar yeah. als je zo die fase zou beschrijven, dan ben de 2-2. Volgens mij... ze zijn hem vergeten. Ja. dat ding is, dat kan Chelsea is met tien. Ja. Chelsea is met 10. Dat is het ergste. Chelsea. Dus, dus ik als coach, minder, ja. ik denk wij twee als coaches, ja. wij, wij ja. weten goed genoeg, zelfs je spits, je gaat tegen je spits zeggen, ga mee, ja. ga naar achter. Mm -hmm. Ik had al zoiets van, bij terugkijken, oké, okay, maar waarom staat Torres helemaal alleen bij de middenlijn? Want ja. je bent met tien. Mm -hmm. Je bent dus eigenlijk daar een beetje met minder. minder. Maar dan ja. zie ik, ik weet niet welke verdediger, ik denk dat Piqué, Piqué, ja, Piqué stond dicht bij Torres, ik vond dat ook niet logisch. Hype. <laughs> Piqué was hype. Heel die was hype. Jullie waren echt in jullie hype Snap verloren. Ja, en dan... Uh, ik, ik denk dat dat was dat ze dachten dat het een hand, handspel was en iemand trapt die dan weg. Barca mm -hmm. blijft staan. Ja. Yeah. Torres heeft de bal. En als een echte speech: wat doet jij? Ik heb de bal. Ik heb 60 meter dat ik moet gaan lopen. Ja, ik ga man. dat gewoon doen. Hou dat als ik nadenk, weet je wat ik is? Ze zien elkaar, hè? Spaanse nationale ploegen, en zo. Ze ja. hebben elkaar gezien in Dineske. In, in Spijtel, Hij weet ik zeker. Ik heb tijd. Ik, ik ken wel mm -hmm. is. En het ergste is op dat moment, hè, want we hebben het gezegd: Torres is een van die grote transfers naar Chelsea. Klopt. Op op 50, moment. 55, 60 miljoen. 50 miljoen. Ja, ja, van Liverpool. Ja. Voor zijn blessure. En bij Liverpool is Torres. Kapot de wereldspit. Ja, we gaan het ja, niet flauw om doen. Hij is die guy. Ja. Hij ja. gaat naar Chelsea. Na zijn blessure, flop. Echt flop. Ja, flop. flop Dus ik heb zoiets van: deze man gaat niks doen. Ja. En wie doet het? Torres, man. <laughs> ah, dat, heeft me dat was mooi, maar man. Ik, ik vind het echt jammer dat we, die, dat, we, dat, we, dat we dat niet hebben. Dat, dat heeft me gek gemaakt. Torres was man Dat was ja. echt een doelpunt. Ja, man. En dan gaat Chelsea dus door naar de finale. Oké, okay. en daar wil ik nog eventjes heel kort iets voor schetsen. Ja. Maar nu is Chad net van de notaris, man. Ik heb jou heel lang gehad, want je was een Liverpool-speler. Maar je hebt me één keer gelukkig gepakt in mijn leven, en dat was tegen Barcelona. Soms is één keer genoeg. Hè? Ja, ja, inderdaad, man. Legend, voetballegend. <laughs> Voordat voor je vorige aanvraag: ja. als we zo alle voetbalfans ter wereld zouden mogen laten stemmen van hoe blij ze waren op het moment dat de het door is gescoord. Mm. Kijk, de, het, ik heb, kijk, kijk, je kunt zeggen wat je wilt. Hè. Real supporters kunnen zeggen, iedereen houdt ons. Barcelona supporters kunnen dat zeggen. United supporters, City, Arsenal. Iedereen mag dat zeggen. Er is niemand zo gehaat geweest. Als dat, als, Barcelona. Als, als dat ja. Barcelona. Nee, hij was crazy. Nou, maar die waren toch goed. Vriend, vriend, dat ik, leuk, vriend. vriend. Ik, ik dacht echt dat ik naar school ging gaan met politiebescherming. <laughs> <laughs> ik heb nog nooit een alliance gezien van supporters die elkaar haten. Hè. Ja, ja. Je hebt gehoord wat hij zei. Hij was een Arsenal-fan <laughs> die voor Chelsea was <laughs> ja, in man. de Champions League. Ja, ik hoop dat jullie beseffen wat, wat, wat niveau haat is. Gij ja, hetzelfde. United, wow, op dat moment, yeah, yeah. United Chelsea. Zo mensen die nu zo Liverpool City meemaken. Mm -hmm. Dat is niks, hè? Mm -hmm. United Chelsea was haat. Dat was oorlog. Ja, ja. Jullie twee beiden zaten met zo'n smile op. <laughs> huh? Kapot blij, man. Maar het gaat om Chelsea. Inderdaad. Um, dus, de laatste wedstrijd van het seizoen. Uh, of de voorlaat. Nee, want ze zijn al niet in de FA cup gewonnen, Of omgekeerd. Laatste Champions league ja. um, Die Matteo organiseert iets voor de finale tegen Bayern München. Hij laat alle vrouwen en kinderen van de spelers komen naar de club uh, om een speech te gaan geven. Okay. Dus al die vrouwen en al die kinderen zeggen, ja, jullie zijn al legendes voor ons. In, voor onze ogen zijn jullie al legendes. Um, jullie hebben het al gedaan voor ons. Baba bla, veel succes morgen. Okay. En dan gaan we kijken naar de opstelling. John Terry die, heeft rood die gepakt. De opstelling is mad. John Terry heeft rood gepakt in de finale tegen Barcelona. Oh, maar zijn rood was ook okay, hij. Dus hij was er ja. niet bij. Ja, ja maar. We Geen var toen. Weer je, Dus dan kijken we naar de opstelling. Dus uh, we hadden een beetje een, een bepaalde basis gezet. Uh, de basisopstelling was toen Peter Tsjech. Bosingwa, Braceback. Dus die hebben we al lange tijd niet gezien, maar hij is erin. Mm -hmm. uh, David Luiz, Cahill. Dus ook verbanden een beetje omdat Terry erbij was. Komt het er terug ja. weer bij. Ashley Cole was daar dat begrijpen we. Mindervat was Michael Lampard, dus Michael mag dan eens een keer starten. Uh, en dan is de aanvallende vier: Drogba, Kalu, Mata en luister naar de vierde: Ryan Bertrand. Mm -hmm. Hallo, 22 jarige linksback, linksback, mm -hmm. je kent voor. Uh, die nog nooit hebben gespeeld voor Chelsea in de Champions League. Maakt zijn debuut in die finale. Ongelooflijk. Hoor. Ja, en dan en dan kijken naar die opstelling en iedereen zegt eigenlijk tegen, tegen Chelsea: het was leuk geweest, maar het moet ergens stoppen. Dat is terug mijn Het moet ergens eindigen. Dat is terug mijn ding. Ik kijk naar de finale en ik denk: ah, gerechtigheid. Justice. Zij vallen tegen Bayern München. RR. Voor de mensen die niet weten wat München op dat moment is, dat is een probleem. Robbery. Ja, robbery. Bayern München is op dat moment een probleem. Thomas Muller is in de piek van zijn: ik weet niet wat hij doet, maar hij doet het. Ja. Ze hebben Robben en Ribéry. Ja, Robben heeft nummer 10, Ribéry heeft nummer 7. Ja, nee, dat, dat is echt een probleem. op. Spita was Mario Gomez. Mario, Mario Gomez, Gomez. Ja, was zo. En dat is, dat is zo die, die serial killers. Ja, in de Militos, Gomez. 16 meter. Ja, ja, ja. Die man werkt hij, werkt, hij is geen voetballer. hè. Mm. Hij werkt in de 16 meter. Yeah, dat is zijn job. job. Yeah, man. Maar daar kop, links, rechts, voet, knie, heup en hij Die zijn sport. de beste dan. Ja, ja. ja. Manuel Neuer is, is, is. Ja, het. Ja ja dat was Neuer, ja, ja, ja. <laughs> hij is Manuel ja, Neuer de beste keeper op dat moment. Denk ik. Dus op dat moment vallen zij tegen dat die Bayern München dat nog eens thuis speelt, ja. de finale, Allianza. Allianza, wat ook al niet was gebeurd in, sinds de jaren tachtig of zo. Nee. Want dus Normaal moest hij van... Real Madrid het doen in 2010 toen hij internet kon. Exact. Ja. Dus ik heb zoiets van ah, gerechtigheid. Ik zie die ploeg van Chelsea en ik denk mijn eerste reactie is ah, park de bus, ze zijn bang. Ze gaan gewoon nog eens komen leiden. Ze mm hebben -hmm. tegen Napoli geleden, ze hebben tegen Barça geleden. Ze gaan gewoon nog eens komen leiden. Bayern, deutsche de Duitse mentaliteit, is gaan afwerken. Maar ik vond dat zwak van die Matteo. Nee, ik... Maar, maar had geen opties. Nee, nee, maar, maar had ook Bayern, geen opties. Hij had geen opties. Iedereen was weg. Bayern-München Bayern, was sterk, Ja, ja tuurlijk. En jij speelt in Allianz Arena. Ik heb nog steeds zoiets van... At least try. Hij had geen opties, At man. man. Hij moest echt zo... Geen zo roei met de riem dat je hebt. die man had één riem. Het was alles of niets. Het was alles of niets. En dan is het zo dat die match eigenlijk helemaal niet uitpakt, zoals we denken dat het gaat uitpakken. Ja. Geen doelpunt tot in de 80 minuten. Voor mij is het dilemma al die finales, hè? want ik ga het beide ploegen. Ja, maar. In uw haat moet je toch om weer kiezen. Je moet kiezen. Ja, en ik weet niet voor u. Ik weet dat het niet voor u. Ik heb gekozen dat oh, Ik heb eigenlijk Bayern München gekozen. Ik weet eigenlijk dat ik niet heb gekozen. Ik was wel meer voor Bayern omdat ja, Chelsea had Barca uitgeschakeld. Mm. Maar er is een moment en we gaan naar de fragmenten kijken, maar er is een moment die mij gewoon heeft gezegd van ik gun het hem. En dat is mm -hmm. Deze man. Ja, man. Wanneer deze man heeft toegeslagen heb ik gezegd: weet je wat? Ik gun het jou. Ja. Ik hou niet van jullie hè. Maar ja, ja ik, 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 bij mij is het helemaal anders, man. Is dat? Ja, Drogba heeft mijn nachtmerrie gegeven. <laughs> I'm a big game player, nee, this waarom? is the biggest game. Ja. En we gaan kijken naar de beelden. Takers. Ja, en dat begint met Dorba, die hier de Chelsea aanhang aan het uh, afwuiven is. Want het ja. is dus net de beeldenfase ja, Nou, helemaal rewind, we gaan terug. Ah. On this day. By the Chelsea. Myself 19 mei 2022. Ja, Tweede paal. Dat was een gekke goal dit hè. Yes. Ja. Ik was zo blij, man. Toen heb ik oh, leren... jij moet soms aan de grond ook koppen. Pa! <laughs> Bulletheader, noemde dat. Bulletheader. Ik ga het er straks over hebben over de doelpunt, hè. Maar dat was niet normaal, man. Ja, maar... Dat was niet normaal. Het ja, maar... was, was ook gewoon een leuk dat je dat helemaal niet verwacht. Nee. nee, man. En dan hier uh, Schweinsteiger. Bastiaan. Die nooit mist. En dan ja, Tsjech was wel penalty-specialist. Nee? Ja, dat zeker. En dan DJ het Orbaanliedje. Hmm. Hij weet niet wat doen, kijk, kijk, kijk. kijk, kijk. <laughs> <laughs> hij, weet niet, hij weet niet wat doen. Hij weet echt niet wat doen. Nou, wat was al jou op zo'n moment toen zelfs. Ja? Huh? Ik val flauw, ik heb dat al gezien. <laughs> <laughs> ik heb de cardio niet, ik heb de bloeddruk niet, ik, <laughs> ik val gewoon flauw. Ja, man. Ja, het was voor mij het dubbel, man. Die finale. Ja? Het was zo... Zo bij rahat, want ze hebben ons uitschakeld in 2010. Duitsland was dan zo EK-winner, nee WK-winnaar 2010. En nu hebben ja. we elf. Ja, ja. Dus het was zo heel veel. Zo, je hebt heel veel van mij pijn. Gedaan. Ja. En dan moest ik kiezen: was het Chelsea of toch uh, Bayern? En uiteindelijk, door Bayern, inderdaad, geniet wel. Um, een spits die heel veel heeft gedaan voor Chelsea. Ook is Paarge is teruggekomen en zo. En ja, en het finale was een crazy man. Ja, maar het was zo, zo, het was zo fake: zo één corner daar scoren. Ja, zo was alsjeblieft man. Was maar je niet kon... enigste kans van de wedstrijd. Van waar ik herinner in mijn ik denk, hoofd. Het enige, enige schot op doel. Ja, enige, ja schot op het. Ja. Ja. Zet er niks aan in nee, de wedstrijd. moesten eerlijk zijn, dat niks, was ook niks, een wedstrijd zo van. Niks. Niks. Eigenlijk moet je die vier overlezen verliezen. Ja, als we geen eerlijk zijn. Moet je en dat doen. is wel een ding, ondanks allemaal. Maar voor mij is dat wel een van de beste finales. Of een van de finales die ik me zo herinner. Omdat meestal denken wij beste finales. Dat ah, ja, drie, vier doelpunten en 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 en, Maar hier was zo het hele. Het was een goede wedstrijd. Het was heel intens. Bayern had super veel kansen. Zij scoren dan in de 2 of 83ste minuut met dat doelpunt van Muller. En ik denk, ah, het is dus gedaan. Mm. Maar die corner, en ik vind het doop, omdat ik heb een uitleg gezien van Drogba, die zegt: um, die corners, hoe hij die trapte, was het altijd Lampert die in die eerste zone kwam. Mm. En op dat beeld zie je ook dat hij daar komt. Mm. En Drogba zegt: ik weet niet waarom, want dat is niet mijn zone, maar op dat moment, die dag, ben ik ook naar die zone vertrokken. En ik roep echt van: yo, laat. Mm. En je ziet Lampard eigenlijk zo een beetje bukken op dat ja. doelpunt. En hij buffert hem binnen. <laughs> ik kan me niet herinneren dat ik zo'n andere kop, doelpunt heb gezien. Maar dat was zo ja, hard ik... binnengekopt. Ja, man. En hij buffert hem echt binnen. Bam. En dan denk je zo. Oh shit. Zalden ze het gaan doen? Maar dan verlengingen is terug. Bayern gaan gaan gaan. Bayern krijgt een penalty. Robben mist die. En dan kom je bij de penalties. En dan voor een of andere reden weet je dan van ja, ja Chassis gaat winnen. Maar het is Petr, echt bizar, man. Maar Peter heeft het ons. Hoor. Maar ja, ik, ik denk in die periode was het ook dat Bayern München nog nooit een penalty-reeks had verloren in de finale en dat Chelsea nog nooit een penalty-reeks had gewonnen. Maar Bayern had trauma's. Bayern had trauma's. Want Robben, WK 2010, nee. kansen gemist. Ik weet ook nog vorige, want de finale 2010 was het tegen Inter. Ook, ook verloren. Heel, ook heel veel kansen gemist. Ja, 2-0 verloren. Bayra, want toen was het ding zo van, Bayern had trauma's en ze gingen in die finale thuis gingen ze helen. Ja. En dan thuis nooit verliezen. Ik weet dat Bayern heel lang heeft, heeft afgezien in Europa door die wedstrijden. Ja, absoluut. En ik denk dat Bayern eigenlijk het pas herstelt in de finale tegen Dortmund. Ja. Dat ook weer lijkt mis te gaan. Zo mis ja. te gaan. En dan toch, toch op nog het einde. Ja. Robben, die dan. Maar dat is ook het ding. Dat was ook zo. Robben Redemption en we zullen dan ja. ooit wel eens daarover spreken over het hele Dortmund en Bayern-gedeelte. En zelfs Nederland. Hè? Ja, maar dat was zo het hele. Ja, Robben ook een beetje zo de film aan het worden, want hij ah, mist grote kansen in Inderdaad. finales. En er waren heel veel vraagtekens gezet rond hem als, als topspeler in, in mm -hmm. grote momenten. En dan, ja, weer die finale weer mislukt. En dan thuis ook. Ik denk dat je, ja, thuis, ik denk dat je thuis wel verwacht van. Ja, ja. We halen dit gewoon binnen. Nee, sowieso. We hebben de episode gevolgd. Door ook een beetje Ramirez te volgen en te highlighten. Um, maar ik denk dat het niet eerlijk zal zijn om deze episode af te sluiten. zonder het toch over één iemand te hebben. die we nu net een beetje hebben besproken door de finale: DJ de Hoogbaan. Ja, man. Ik denk de uh, tweede beste Afrikaanse speech ooit. Ja, uh, ja. Na wie? Eto. Eto. Ja, ja, ja. De, de, ah, ja, ja. Nee, maar, nee, omdat we ja dat, ik heb dat gesprek zoveel gehad. dat ik altijd moet nadenken: wat is de volgende week? ja. ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Ja, meneer, dat is zoals jullie hebben gezegd: big game player. Hij uh, heeft zo vaak tegen, ik denk, Manchester United gescoord tegen Arsenal. Zeg, in alle toppers die Chelsea heeft gespeeld, waarbij erbij gescoord. En dat is, dat is iets dat uh, je een beetje mankeert bij de spitsen van vandaag. Een beetje. Dat ze vaak hun tijd halen dan uh, bij de iets kleinere ploegen, ten Holland of zo, die bijna geen topper scoort, maar, of cruciale momenten. Het mm. ding is gewoon: ik denk dat dat een van de mooiste bekroningen is voor het uh, Dat denk ik wel. Ja, kan niet beter worden dan dat. Toch? Ja, maar het ook die, dat seizoen ging normaal gezien ook vertrekken in januari. Want hij kon dan toen ook... Want toen was de Chinese competitie ja. aan het opkomen. Mm -hmm. Dus hij kon naar Shanghai gaan. En daarna is hij wel gegaan? Ja, daarna. Ja. Maar hij is toch gebleven... En ja, om dan toch wat er nog gaan blijven, ook in een seizoen waar je eigenlijk normaal werd vervangen door Torres. Ja, absoluut. je die, die die was toch geblesseerd, denk ik, voor een lange periode. Ja, maar ik weet, ja, ik, want ik, heb, ik heb alles terug herlezen voor deze keer. <laughs> ja, en er stond één van, ja, was het aan het twijfel om te gaan. Ga ik niet, ga ik wel, ja, ga ik ja, ja. niet. En dan toch niet gegaan. Um, want ook dat jaar hadden ze eigenlijk Falcao gaan halen, met Villa's Boas, met hij had dan gewerkt met ja, en dingetje. Mh. Dus ze waren al een beetje bezig met... oké, okay, ze waren echt die oudere guys weghalen. Ja, en als het dan drogba is die het mm -hmm. doet, de je die je ook wel wegkrijgt weg bij ja. Chelsea, ja, dat is denk ik de mooiste uh, bekroning dat je kon hebben. Kun je drogba echt zitten in de, ik zeg maar de top 5 lijsten van allerbeste spitsen in de Champions League? In de Champions League? Kijk, het ding is. Een heel harde heel nuance. Ja, ik in denk de Champions is, League. Ja, ja. Ik denk wat, wat moeilijk is, of wat interessant is met die D drogba is ga je statistieken erbij halen? Nee. Ga je, zijn, ga, je, ga je hem halen over een heel seizoen? Nee. nee. Maar als je gaat zeggen: welke, pak al die spitsen die je boven hem zal zetten. Mm -hmm. Wie is er meer clutch dan hem? Dan moet hij ineens naar boven op het, ja, op ja, het, op het, op, het lijstje. Je snap je? Want grote momenten, en ik weet niet of het nu nog het geval is, maar hij is ook lang topscorer van op Wembley geweest. Ja. Als in alles wat gebeurt in Wembley, dus dat is alleen maar beker, halve finale of finale. Ja. Hij scoorde altijd. Mm -hmm. Hij scoorde altijd tegen United, altijd tegen Arsenal, altijd in de grote wedstrijden. En dat is een kwaliteit die je niet echt kan misschien opmeten in statistieken of er niet echt toevoegen, maar dat je niet kan weghalen, snap je? En in deze campagne zie je dat ook gewoon. De ploegen tegen wie hij scoort, wanneer hij scoort, de manier waarop hij scoort. Mm -hmm. Ja. In de laatste penalty. Snap je? Dat is. Dat is je kunt dat niet weghalen voor mij. En, daarom is, en dat is waarom ik Drogba wel heel hoog aanschrijf. Is omdat grote momenten, wanneer ze iemand nodig hadden. was hij, daar, was hij er gewoon. Mr. Clutch. En dat is wel het ding waarom ik hem even wil highlighten voordat we afsluiten: DJ Drogba. Brian Soares Duarte. Ja. Andy Ksema. Yes. Ik wil jullie bedanken voor vandaag. Ja, bedankt. Het was een leuke episode. Spijtig dat het over Chelsea moest gaan? Nee, ik lag <laughs> ja, Dat was leuk, man. Dat was, nee, leuk. was een leuke ja. episode. Maar ik kan niet liegen, dat is leuk om dat allemaal terug te kijken, man. Dat is echt, uh... Ja, omdat je, je vaak dingen vergeten hebt. Ja. ja. Dat is absoluut. Want daar heb ik ook. Nou, ik weet het aan het afzetten, waar maar. Die penalty-reeks. Mm. Ik had zoiets van: ah, er wordt niet meer zo getrapt. Iedereen trapte boos. Mm -hmm. Bro, is... Zelfs Neuer trapte een penalty. Mm -hmm. zo, de... Hij was de vierde man of zo. Ja, yeah. maar dat was echt zo'n major confidence. Al die trappers waren allemaal spelers waarvan wij zoiets hadden: van ah ja, dat ja. zijn, yeah. ja, zijn top-trappers. Mm -hmm. En zo. keepers waren top. Maar Lempard ook, hij ramt hem Ja, maar in. toen ook. Nu zie maar je zo de Champions League zo... finale. Hij ramt hem gewoon. Ze zitten 18 stappen voordat hij die bal vertrekt. Oh, <laughs> David Luiz. David, David, David Luiz. dat ja, er ja ja, 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 oh zeg, broer, dit, 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 ik, kwalier, ik, ik ben blij dat voetbal wel een beetje veranderd is. Want dat was wel, broer. De keeper zat al, 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 al aan mijn penalties voordat hij die <laughs> dit, Alsjeblieft, man. Maar David Luiz... Kijk, je hebt uh, de backline. Je hebt halve maan. Ah, Pak daar 15 meter achter hebt, dan begint hij hem. Hij Hij Ja, hij sowieso. Maar ik was Hij had wel die vrije trap, zo ben ik aan het ja, maar die klopt toch al Benfica? Is dat o, niet tegen PSG of zo? Dat nee. is later, ja. Het is Champions ja, League ook zo. Ja, ja. Bij deze wil ik jullie dus bedanken voor deze Champions League Classics-episode over Chelsea. Aan de kijkers, luisteraars, bedankt om dit te checken. Er komen nog episodes. Jullie kunnen de vorige episodes ook nog checken op Proximus Peaks en op Spotify. En dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. Mwah!